Voordat jullie gaan rijden, willen wij je de werking van de oldtimer uitleggen. Aan de sleutelhanger zitten de sleutels van de oldtimer. De sleutel van het contact heeft een gele tie wrap. De andere sleutels zijn van de deuren om de oldtimer af te sluiten. De sleutels zijn asymmetrisch, dus passen maar op één manier in de sloten. Links op het dashboard zit het knopje voor de verlichting. Tussen de voorstoelen zit een zwart handvat. Dit is de handrem. Deze naar boven trekken, dan staat de handrem erop. Om de handrem te ontgrendelen, druk je de knop van de handrem in en duw je de handrem weer naar beneden. Vergeet nooit de handrem eraf te halen als je weer gaat rijden. Het schakelen. De oldtimer heeft 4 versnellingen en schakelt zoals je wellicht ook met de hedendaagse auto gewend bent. Trap de koppeling in en probeer rustig te schakelen. De eerste en tweede versnelling zitten links tegenover elkaar. De derde en vierde versnelling zitten rechts tegenover elkaar. De vierde versnelling gebruiken we alleen boven de 60 km per uur. De achteruit van de versnelling in zijn vrij zetten, dan de versnellingspook rechtsachter naar de vierde versnelling trekken. Links van het stuur zit het contactslot. Als je de contactsleutel in het contactslot doet, trap dan altijd het koppelingspedaal in. De contactsleutel kan maar op één manier in het contactslot om de oldtimer te starten. Als u de sleutel dan een kwartslag draait, gaan er op het dashboard 2 lampjes rood branden. Dit zijn het accu en het olielampje. Als je de sleutel doordraait en een beetje gas geeft, dan start de oldtimer. De 2 rode lampjes gaan dan uit. Mochten ze dan nog even iets blijven branden, geef dan iets meer gas en dan gaan ze uit. Mocht één van de 2 lampjes gaan branden, stop dan direct en bel het pechnummer. De maximumsnelheid is 90 km per uur. De Porsche 911 heeft een targadak welke verwijderd kan worden. In het vakje voor de versnellingspook ligt de sleutel om het dak te openen. Leg na gebruik de sleutel altijd weer terug. Tegen de voorruit aan zitten in het frame van het dak 2 openingen om de sleutel in te doen. Draai de sleutel 1 slag en duw het dak een beetje omhoog. Dan met 2 personen het dak naar de voorkant eruit halen. Het dak kunt u opbergen in de kofferbak aan de voorkant van de auto. De knop om de klep te openen zit links onder het dashboard. Het dak kan je aan de lange zijdes induwen. Het dak gaat dan als een harmonica in elkaar. Dan kan je het dak nu opbergen in de kofferbak. Als het dak er weer op gaat, moet je het dak weer uitklappen en met 2 personen van voor naar achter lopen. Het dak dan eerst aan de achterkant met de pennen in de gaten laten zakken en dan de voorkant naar beneden duwen. En tenslotte aan de binnenzijde met de sleutel het dak weer vergrendelen. De benzinemeter functioneert uit ervaring niet altijd even betrouwbaar. Rijd daarom op de kilometers. Wij adviseren om altijd bij 200 gereden kilometers te tanken. De auto wordt altijd volgetankt meegegeven. De tankdop zit onder het klepje op het linker voorspatbord. Deze kun je openen door het zwarte knopje links onder het dashboard naar je toe te trekken. Het klepje gaat dan open. De tankdop kan zonder sleutel verwijderd worden. Vergeet de tankdop niet weer erop te zetten na het tanken en het klepje goed af te sluiten. Laat op een warme dag of een lange rit de auto nog 1 minuut stationair lopen om de motor af te koelen. Mocht je toch nog vragen hebben over de werking van de auto, neem dan contact met ons op. Veel plezier en maak er een mooi avontuur van!